Dit zijn de zaadbolletjes, denk ik, of niet? En eet je hier het blad van? Ja, ik ben echt dol enthousiast. Ik weet niet of je dat door had, maar ja, ik moet kijken wat ik heb gevonden. Het is dus super divers. Na even zoeken al een hele tas vol met ontzettend veel verschillende ongenodigde gasten, denk ik. Maar bij deze gaan ze een welkom ontvangst krijgen. Zijn deze al rijp? Hier achter mij zie je het Altwijshoes. En dat is een plek die helemaal gerestaureerd is tot een moderne herberg. Een plek waar je gastvrij ontvangen wordt. Dus ik dacht, wat een gave plek. Hoe gastvrij? Maar hoe doen we dat eigenlijk met anderen die we niet direct zien en die misschien minder op ons lijken? Zoals de zaden van planten. Ja, hoe kunnen die ook een rol spelen in een stad zoals deze, die best wel versteend is? Onkruid is gewoon eigenlijk jammer dat het zo benoemd wordt. Het is een heel negatieve term voor planten die zich opportunistisch vestigen. Van oudsher zijn het eigenlijk planten die ook gewoon gebruiksplanten waren en nog steeds kunnen zijn. Een soort weerhaakje of zo. Ja. Ik wilde eigenlijk een plek creëren waarbij je helder maakt voor de zaden dat ze daar kunnen landen. En we hebben als mens allerlei symbolen die we ook gebruiken om dingen die uit de lucht aankomen vliegen, helder te maken dat ze daar kunnen landen. Dus landingsbanen, ook voor helikopters hebben we dat. En het idee is dat dit teken helder is, zodra de zaden zeg maar door de stad komen vliegen, dat ze weten, daar mogen we onze wortels schieten. Elk onkruid heeft een andere functie. En je hebt onkruiden die bijvoorbeeld bepaalde mineralen terug naar boven willen brengen, zodat die beschikbaar komen voor andere planten. We hebben ze echt nodig. En het lijkt mij heel mooi dat die gastvrije landingsplek, dat die ook een manier is om ons te laten nadenken over hoe gaan we eigenlijk om met groen in onze stad? En wat is groen? En hoe waarderen we dat? En zien we ook wat het voor onze toekomstige stad zou kunnen betekenen? We hebben zo dadelijk een openingsperformance. En we gaan eigenlijk met een hele groep mensen gaan we voor het eerst naar de Groene H. Dus hij wordt geopend voor het publiek. Maar ook voor degene waar die voor bedoeld is. De zaden die nog onzichtbaar door de stad zweven. Waar ik echt naar uitkijk, is dat hier straks iets gaat groeien. Ik weet nog niet wie. En ik zag net bijvoorbeeld al dat het eerste poepje is gelegd. Dus de eerste mest is binnen. Ja, het lijkt mij fantastisch als er straks iets is of iemand is die we nog niet kennen. En dat hier mensen gaan zitten en ja, dat het ook een ontmoetingsplek wordt. Ja, om elkaar beter te leren kennen. Dus dat zou ik echt heel gaaf vinden en daar kijk ik ook naar uit.